Voor de mensen die Alpe d'Huez kennen is de term Big Challenge een heel bekende. Het verhaal van die varkensboer Herman Houweling die kanker had en besloot 100.000 euro bij elkaar te fietsen en dat ook deed. Het was in het jaar 2009 en sindsdien het team Big Challenge ieder jaar aanwezig bij elk jaar meer deelnemers en haalt het team meer dan 1 miljoen euro op jaarlijks. Bij ons de gast twee leden uit een van de vele Big Challenge teams. Big Challenge 1 POV en dat zijn Jan Klein-Zievering en Leon van der Velde. Dag heren, goedemorgen bij ons. Goedemorgen. En ja, Carlos Donkers, het is Brabant. Niet, veel meer weet ik er eigenlijk niet van, maar iemand van jullie gaat mij nu verlossen, denk ik. Ja, Carlos is een oud collega van mij geweest. En ja. Die heeft dit liedje gezongen tijdens een begrafenis van zijn broer. En dat, ja, dat maakte ook indruk op mij. En toen mijn moeder is overleden in 2004, hebben we dit plaatje ook bij de uitvaart gedraaid. Ja. Dus het heeft heel speciale herinneringen voor mij. Ja, en dat hoor je ook direct aan de teksten van het lied ook. En het is ook heel mooi dat het Brabants is, toch? Ja, natuurlijk. Prachtig. Ja, blijft erbij, hè? Mooi dat we hem hier kunnen draaien bij Radio Alpe d'Huez. Jan, nou weer toch bij jou. Waar staat dat voor 1 POV? Ja, dat is een hele goede vraag. Dat moest ik zelf ook even opzoeken. Want ik ben zelf geen varkenshouder. Dus, maar het is producenten onder de ondernemers volgens mij varkenshouderij. Maar Leon weet misschien meer wat het doet als ik. Dus, Ja, klopt. Oké, okay. Vertel. Zeg je? Vertel, waar staat het precies voor? Wat doen jullie? De POV is het productschap voor varkens. En is het orgaan voor van de varkenshouderij. Het overkoepelende orgaan. Het overkoepelend orgaan voor de varkenshouderij. Oké. Jan, jij bent hier voor het eerst bij Alpe d'Huez. Ja, klopt. Waarom? Waarom? Nou, omdat ik net al zei, mijn moeder is in 2004 overleden aan borstkanker. Ondertussen nog meer een tante, een oma verloren. Nu momenteel afgelopen jaar is mijn zus borstkanker geconstateerd. En toen vond ik het wel een hele mooie reden om toch hier aan mee te gaan doen. Ja. Dus... En bij Leon, bij jou is het ook heel bijzonder. Want je bent nog geen maand geleden jouw schoonvader aan kanker verloren. En een hele zware te gedragen gebeurtenis, wat ik me kan voorstellen. Desondanks toch gemotiveerd om hier voor de derde keer aan de start te staan bij Alpe d'Huez? Ja, ik denk zelfs gemotiveerder. Met name als je helemaal kapot zit, om dan toch op dat moment toch door te gaan. En misschien dan nog die laatste klim nog erbij te doen. In plaats van toch te denken, ik kan wel opgeven. Maar opgeven is geen optie, dus dan zullen we door moeten. Bijzonder dat ook jij hier bent, maar dat geldt eigenlijk voor alle deelnemers en vrijwilligers. Maar dat met wat je meegemaakt hebt in zo'n korte tijd en dan toch hier weer staat, is al heel bijzonder. Jij was er in 2011 en 2012 ook al bij. Ja. Zie jij nou verandering door de tijd heen bij Alpe d'Huez? Ik zelf de organisatie niet zo. Alleen, ik vond hem toen al best heel professioneel en alles. Alleen de mensen die deelnemen, zie ik de grootste veranderingen. Gewoon minder echt sportieve, maar meer die echt voor het geld, voor het goede doel, voor de uitstraling, voor alles meer gaan. In plaats van echt het sportieve, onderliggende. Waar het duidelijk om draait bij Alpe d'Huez. Ja, waar het duidelijk om draait. Daar zijn we de goede kant op gegaan, toch? Ja. Jan, ik heb jullie actiepagina's wat zitten doorlezen. Ik zag dat jullie heel veel, bizar veel kilometers gereden hebben inmiddels. Noem eens wat tochten die jullie gereden hebben. Nou, op zich, we fietsen elke zondag en donderdag proberen met onze eigen ventielclub, zeg maar, te fietsen. En dan, Leon en ik zijn samen op vakantie geweest in Ardennen, 1 maart. En toen zijn we er ook naartoe gefietst, bijvoorbeeld. Dan hebben we nog Luik-Bastenaak-Luik gefietst. En ja, zo ben je toch wel bezig om je kilometers in de benen te krijgen. Ja, en ben je ooit de Alpe-Alles eerder op gefietst? Ja, alleen dat is wel wat langer geleden. Dus ik heb hem 1 keer gehad. Ook in 2011? Ook in 2011, ja, dat is waar. Oké. Okay. Dus toen was het vanuit de wielerclub uit het dorp. En, maar toen had ik nog niet zoveel getraind als nu. Dus ik hoop dat het nu beter gaat. Heel mooi. En Leon, als jij terugkijkt op de tijd 2011, 2012. Hoe heb jij toen de 2 jaren doorgemaakt? Hoeveel keer ben je er opgegaan? Ik heb hem 2 keer, 6 keer omhoog gefietst. Het eerste jaar ging mij heel makkelijk af. Het is echt mij 100% meegevallen. We hebben de hele dag met 4 personen gefietst. En die 4 personen, waarvan 2 zelfs de 7e keer nog gefietst hebben, daar heb ik gezegd van, ik doe het niet. Wow. Ik was onderweg naar huis en toen had ik eigenlijk al spijt dat ik niet met hun mee ben geweest. Wow. Dus het jaar erop ben ik teruggekomen. Toen was het weer heel warm. En toen lukte het bij lange na niet. Toen had ik
de moeite om die zesde keer echt omhoog te komen. Is dat niet normaal dat je zes keer een berg op fietst? Ja, het geeft je vleugels. De mensen die langs de kant staan. Ik vergeet nooit meer. Eén man stond halfweg langs de klim met een pot en een pollepel. Of een pan en een pollepel. En die stond 's morgens om half... Ja, hoe laat kom je er langs? Ik denk 6 uur. En s'avonds om 7:30 stond hij nog met die pan en die pollepel. Ja, ik denk dat die pan wel voor het krom was. Maar... Ja, dat zegt iets echt... over de achterban ook, hè, die meegaat. Ja, 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 ja. Ja, geweldig. Even over de acties, want ja, daar moeten we het altijd even over hebben. Veel geld inzamelen, hoe is dat jullie afgegaan? Nou, ten eerste, ja, heel goed. We zijn met het team van vieren. We hebben als team zijn al meer dan 62.000 euro opgehaald. Dus het is ja, gigantisch veel geld. Voor mij persoonlijk was het ja, vooral ook... iedereen kent elkaar in de dorp bij ons. Dus ik heb iedereen ook aangeschreven, gemaild. Iedereen kent mijn verhaal van mijn, ja, van mijn moeder, van mijn zus. Dus die krijgt al heel veel reacties daarop en mooie reacties. Ja, daarnaast hebben we nog Leon en ik samen met de vrouw een benefietdiner georganiseerd. Dat heeft gigantisch veel geld opgeleverd. En ja, je blijft... En als je eenmaal geld binnenkrijgt, dan motiveert het nog steeds meer om nog meer acties te doen. En het geeft je zoveel energie. En dat gaat maar door. Ja, gaat maar door, ja. Het is ongelooflijk, hè, wat ja. je dan teweeg brengt in zo'n dorp ook, hè? Ja, absoluut. Ja, ja, het is ja. geweldig. Ja, ik hoef niet te vragen tot slot hoe jullie je voorbereiden op donderdag. Want jullie gaan alle twee, denk ik, 6 keer die berg op, als ik het zo zie. Dat gaan we in ieder geval wel proberen. Ja? Daar gaan we voor, daar gaan ja. we voor. Ja. Hebben jullie hem al gefietst, of... Nu? Deze week nog niet. Nee, nog niet? Nee. Okay, dus dat gaan we ook niet doen. Dat gaan we niet doen. Jullie nee. Ik althans niet. Nee, nee, ik ook niet. Nee. Maar donderdag heel vroeg opstaan, ja. Vroeg beneden zijn, ja. Meemaken hoe de starters ja. bij de Alpe d'Huez. Met de afdaling met de motors omlaag. Ja. Dus dat geeft al een kick. Ja. Dan is het donker in elke bocht staan. Ja. Ik weet niet hoeveel kaarsen. En dan met de fiets erdoor afdalen is echt... Ja. Echt eigenlijk bijna het mooiste van de dag. Dan moet de dag nog beginnen. Ik gun jullie een hele bijzondere belevenis, maar ook een sportief evenement. Want dat is het uiteraard ook. En ik hoop dat jullie er ook erg van kunnen gaan genieten. Ondanks wat jullie alle twee ook meegemaakt hebben tot nu toe. Ik hoop dat dat een extra ruggensteun mag zijn om naar boven te komen.